Ik ben Jilt Sietsma, manager lokale energie bij HWC. Vandaag wil ik jullie graag meer vertellen over hoe ik in mijn werk te maken heb met onze strategie het verhogen van verbinding met inwoners en maatschappelijke partners. Vanuit HWC willen we onze aandeelhoudende gemeente en hun inwoners graag helpen om duurzamer te worden. En vanuit het team lokale energie doen we dat door het realiseren van wind- en zonne-energieprojecten. Vandaag vertel ik jullie meer over de toekomstvisie van HWC op dit gebied. Gaan we een kijkje nemen bij de bouw van een grootschalig zonne-energieproject. En gaan we in gesprek met een vertegenwoordiger van lokale energiecoöperatie, De Groene Reus. En dat is de organisatie die burgerparticipatie voor dit project organiseert. Gaan jullie mee? We staan hier bij de bouw van het zonne-energieproject Zuiderzon Almere. Het is een project dat we in samenwerking met de gemeente aan het realiseren zijn. We hebben de gemeente ondersteund bij de ontwikkeling ervan. We zijn het nu aan het realiseren en HWC zal het straks ook in samenwerking met partners gaan exporteren en in onderhoud gaan nemen. Dit project is een van de grotere in Nederland en het is ook het grootste project op dit moment in Flevoland. En het levert dan ook een significante bijdrage aan de doelstelling van de gemeente Almere om in 2022 energie neutraal te zijn. En het gaat ook een forse CO2-reductie realiseren. En die CO2-reductie die is te vergelijken met ruim 5000 auto's die ieder jaar 25.000 kilometer rijden. Kijk, die energietransitie die is in volle gang. En het is belangrijk dat we dat samen doen met omwonenden en inwoners uit de buurt. Om te zorgen dat mensen ook zien dat de energietransitie voordeel kan hebben. We werken in dit geval samen met een lokale energiecoöperatie, De Groene Reus. Zij helpen ons om die participatie vorm te geven. Zij kennen de mensen die hier wonen, zij weten wat er leeft hier in Almere. En zij kunnen dus heel goed die verbinding leggen tussen het project, de bedrijven die betrokken zijn bij het project Zuiderzon Almere en de inwoners hier van de stad. Hoi Johanna. Hoi. Kom verder. Dankjewel. Hey Johanna, we staan hier nu in het expositorium. Ja. Eens even kijken. Het ziet er best wel een beetje leeg uit op. En zo klinkt het ook nog een beetje. Maar volgens mij zijn jullie in opbouw. Van iets heel moois. Kun je daar iets meer over vertellen? Dit wordt, voor de komende weken wordt dit helemaal ingericht. Zodat er heel veel kinderen met hun ouders kunnen komen. Om te kijken wat je allemaal kan met zonne-energie. Hey, en daar zijn jullie betrokken bij project Zuiderzon Almere. Ja, project. We werken met jullie samen om, het is eigenlijk ons project. Ja. Want we realiseren het samen. Dat wil zeggen, wij zijn voornamelijk bezig met de bouw en de vergunningen en dat soort zaken. Ja. Maar jullie staan in verbinding met de bewoners hier in de buurt, in de omgeving. Kun je wat meer vertellen over hoe inwoners mee kunnen doen en hoe jullie die brug tot stand brengen? Nou ja, jullie hebben aangegeven dat je graag wil dat burgers mee participeren in dat project Zuiderzon. Dat is een groot project. Maar een stuk daarvan kunnen ze meedoen door een lening te geven aan jullie. Dat heet dan in chique term een obligatie, maar dat is dan een lening. En daar krijgen ze een leuk rendement op. Ja. En op die manier probeer je mensen ook bewust te maken van wat er nodig is, wat er gebeurt. Dat het niet alleen maar vervelend is en geld kost, maar dat het ook mooi is en dat het ook nog wat kan opleveren. Ja. Stel je nou voor dat ik meedoe, hoeveel rendement haal ik dan met zo'n investering? Nou ja, jullie zijn wel heel, heel gul geweest, vind ik, want minstens 4% rente krijg je erop per jaar in 7 jaar tijd. Ja. Maar als de zon heel hard schijnt, kan het zelfs wel 7% worden. 4 tot 7% maximaal. Ja, 4 tot 7%. En gemiddeld, als alles een beetje loopt zoals we verwachten? 5,5% wordt de verwachting, maar goed, het hangt wel echt van de zomer af. Ja. Maar 4% minimaal, dat doet een bankrekening nu niet, dus een spaarrekening, dus dat is een mooie. Dan zit je altijd goed. Zit je altijd goed.